Het is inmiddels maandag. We hebben gisteren en eergisteren niet gefilmd, want we hebben Rick geholpen met verhuizen. Die is in Amsterdam. In Amsterdam gaan wonen. Samen met zijn vriendin, dus dat is wel heel leuk. Het is maandag. Daan, die is er heel de week niet. Ik ga rijden en zondag een proefje. Nou, wat je wel... Ik heb wel wat te vertellen. Ik dacht, ik heb niks te vertellen, maar ik heb wel wat te vertellen. En je bent over naar het L1. En nu ga je voor het eerst oefenen voor het L1. En dan ga je zondag het L1 al rijden. Ja. Dat is misschien ook een beetje ambitieus. Mm-hmm. Maar goed, het kwam zo uit. En Daan is er zaterdag pas om les te geven. Dus dit wordt eigen initiatieftest. Wat heb je tot nu toe gedaan daarvoor? Ik heb de proefjes bekeken. Ik heb er helemaal niks aan gehad. Ik weet nu hoe de proef was. En ik weet niet. Ik vind die... Normaal gesproken had ik heel veel aan die video's. Maar Daan heeft me inmiddels zoveel geleerd over paardenwelzijn en zo. Dat ik niet meer normaal naar paarden kan kijken. Dus het was helemaal top. Nou ja. Ik weet nu wel hoe de proef in elkaar zit. Je hebt hem op video gekeken. Je hebt hem nog niet doorgelezen. Jawel. Ook al doorgelezen? In het boekje of online? Ik had hem op mijn telefoon een paar dagen geleden al bekeken. Dus ik wist al wel hoe het in elkaar zat. En nu ga ik hem oefenen. Het is inmiddels een tijdje later. Nou ja, een tijdje later. Het is eventjes later. Ik heb de cap van mama open. Ik heb mama's cap gestolen omdat mijn vlechten niet onder de cap passen. Dan heb ik een soort bol hoofd. Nou ja, dat sowieso. Het lijkt zo wel een champignon. Dit zit wel redelijk. Ik ga. Wat ga ik doen? Blondie haar hoofd erin doen, peeschappen en springschoenen. Blondie is echt heel vies. Echt heel vies. Ik krijg het ook niet meer schoon. Kijk. Ze heeft hier nog al een poepvlek. En ik krijg het dus niet weg. Vind ik heel naar. Maar niks aan te doen. Dus ik ga haar wassen. Want ik kan niet tegen vieze Blondie. Maar eerst kijken. Ik zit op Blondie en ik ga de L1 oefenen. Want die moet ze zondag rijden. Nou, let's go to ride. Dat is natuurlijk een beetje anders, want ik moet hem voorlezen. Dus ook ik moet oefenen. Want Tess had zoiets van, nou, het lukt me wel. Ik denk, ja, dat is leuk, maar lukt het mij ook? Dus we gaan kijken of we het kunnen. We beginnen even met de beoordeling, dan weten we wat ze vragen. Is dat goed? Nou, waar let de jury op in klasse L1 en L2? Oh, maakt niet uit. Jawel, want dan weet de rest van Nederland dat ook. En ik ook. Alle onderdelen uit de vorige klasse zijn ook in de L belangrijk, maar in de L moet het paard al iets meer gesloten gaan en is het evenwicht duidelijk horizontaal. Wat wil zeggen dat het over 4 benen wordt verdeeld. Het paard loopt niet meer op de voorhand, de overgangen zijn nog steeds progressief, maar er is minder ruimte nodig voor de voorbereiding, uitvoering en afwerking dan in de B. De oefeningen volgen elkaar wat sneller op, zodat het nodig is om nog meer controle over het paard te hebben. Hij loopt aan de teugel en is nachtgevelijk. Wat wordt bereikt doordat het achterbeen meer onder het lichaam wordt gereden. Dat is te zien aan impuls. Het paard loopt energiek door de proef zonder dat de ruiter iedere pas moeite hoeft te doen. Okay. In het L worden kleinere voltes gevraagd waardoor er meer lengtebuiging nodig is. Bovendien moet het binnen achterbeen meer buigen en onder en om deze correct te kunnen tonen. Ook komt het achterwaarts. Ook komt het achterwaarts gaan voor het eerst aan bod. Het paard moet hulpen daarbij begrijpen en opvolgen zonder spanning en met duidelijke passen. De eerste zijgang wordt geïntroduceerd in de vorm van het wijken. In het L1 hoeft slechts 5 meter te worden getoond, waarbij het vooral belangrijk is dat het paard recht onder de ruiter in balans opzij beweegt. Waarbij de benen voor en achter gelijkmatig kruisen. In het L2 wordt er 10 meter gevraagd in het wijken en mag het tempo niet veranderen. Dat is het. We gaan beginnen. Ik zie binnenkomen in arbeidsstap. Dus X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. AC binnenkomen arbeidsstap. X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. E, afwenden. B, rechterhand. E, afwenden. B, rechterhand. KXH, gebroken lijn. KXH, gebroken lijn.
te klein. MX-staven, hand veranderen, enkele passen eraf verruimen. Na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen richting BM. HXF van hand veranderen en het eraf verruimen. HXM, hand veranderen, eraf verruimen. Daarna A afwenden. En na enkele paardlengtes minimaal 5 meter wijken voor het rechterbeen richting EH. Afwenden, wijken, EH. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. C, M, arbeidsstap. Iemand? Dat is lekker! Is dat lekker? Oeh, ja, dat is wel te rond. Oeh, ja, dat wist je wel, hè? Oh, allemaal slechte suikers en smaakstoffen en kleurstoffen. Het is vandaag donderdag. Ik had vandaag schoolfoto's. En tweede dag school, volgens mij. En ik heb dingen binnengekregen. Kijk, het is zo'n dingetje. En die kan je dan om je oor heen doen zonder dat je, een gaatje hoeft te schieten. Dus dat is heel fijn. Want dan heb ik daar geen probleem mee. Ja, want... misschien heb ik daar, wil ik dat later niet meer. En dan heb ik nu zo'n eentje. Hartstikke leuk. Dat heb ik ook bij iemand op stal gezien. Blondie gaat nu samen met Vroontje op de wei. Nog meer te vertellen. Nu ga ik Blondie op de wei zetten. Samen met Verona en Baloo. De paardjes staan inmiddels op de wei daar. En we hebben het water bijgevuld. Dus nu kunnen ze tot 9 uur op de wei. Ik ben inmiddels een tijdje verder en heb de hapjes gedaan. Maar nu gaan we naar huis toe. Eten en expeditie op. Zullen we kijken? Yes, let's go.